I want my friend Walter to live on in the minds of the school children in this town and to remember he was a hero. Receive your check. For the local children in Hoofdlaken. Thank you very much, Ben. Who got in all the medals? There are campaign medals. You get a medal for every theater of war that you go into. Maar er wordt een oorlog opgedeeld in verschillende gevechten. En daar krijg je dan een medaille voor. Een hele bijzondere dag voor jullie. Jullie hebben heel veel gehoord over iets wat 70 jaar geleden gebeurd is. Jullie hebben dat niet meegemaakt, ik heb dat niet meegemaakt. En er zijn eigenlijk maar heel erg weinig mensen nog die dat hebben meegemaakt wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Is daarmee dat verhaal van toen, van vroeger, is dat nou gewoon een verhaal wat eigenlijk ja, een beetje een oud verhaal is? Of gebeurt dat op dit moment ook nog? 70 jaar geleden was er toen, ik noem het maar even Hitler Duitsland. Niet het huidige Duitsland, maar het Duitsland toen van Hitler. En dat Duitsland had geen respect voor bepaalde groepen mensen. Maar had ook geen respect voor de landen rondom zich heen. Want je zag gewoon dat Duitsland ging gewoon Nederland binnenvallen. Maar ook andere landen binnenvallen. En had daar geen respect voor. Dat Duitsland, wat geen respect had voor zijn omgeving, om dat weer terug te duwen en misschien wel eventjes te zeggen van hé, wat je nu doet, doe je niet goed. Jullie doen datzelfde in de klas. Daar vallen gelukkig geen gewonden bij. Maar in ieder geval, dat zul je met me eens zijn. Daar vallen geen doden bij. Dat gebeurde 70 jaar geleden wel. En dat vind ik wat ik ongelooflijk waardeer. Wat ik ongelooflijk waardeer. Wat we ook nooit mogen vergeten. Wij, ik ben gewoon een 50-plusser, mag het niet vergeten. Jullie mogen dat niet vergeten. En eigenlijk hoop ik dat jullie kinderen het ook niet zullen vergeten. Dat er mensen van heel ver zijn gekomen die ons niet kenden, ons hebben geholpen. En daar zijn inderdaad een aantal mensen, heel veel mensen, bij overleden. Maar ze hebben dat allemaal gedaan uit respect voor ons en uit ja, het terugdringen van wat er vroeger in Hitler-Duitsland gebeurt. Ik ben LL. 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 Ik ben LL.
Ja.